De knolstad van het jaar wordt. Marjan ten Zeldam. Zo werd Marjan ten Zeldam in 2019 gekozen tot knolste van het jaar. Vorig jaar werd er door het coronavirus geen verkiezing gehouden. Redacteur Paul Abram van de Knaalstreek heeft samen met de gemeente Stad Knaal echter besloten om dit jaar wel weer een verkiezing te houden. Een goede zaak vindt ook Klaas Sloot, de nieuwe burgemeester van Stad Knaal. Hartstikke goede zaak. Ja, we hebben het ook nodig in zo'n tijd als nu. Dat we echt mensen even op het voetstuk zetten. Daar kunnen we naar opkijken en daar kunnen we trots op zijn. En dat is gewoon hartstikke leuk om te doen. Onder voorzitterschap van Theo Euverman en onder nauwlettend toezicht van notaris Beb Bergman koos de jury 14 december in het Streekhistorisch Centrum de 5 genomineerden voor 2021. De kandidaten om knolste 2021 te worden zijn in alfabetische volgorde. Ik ben Evelien Dobber, mijn hele leven al woonachtig hier in Stadskanaal. En ik ben begonnen in 2003, dacht ik zo uit mijn hoofd, bij Wijkbelang Maarsveld. Zit ik nog steeds als voorzitter. In 2011 heb ik mijn eigen stichting Vernoppers opgericht. Dat is een stichting voor de minima voor de gemeente Stadskanaal. En ik ben eigenlijk fan van het organiseren van grote evenementen, dingetjes. Dus daar is in 2019 de samenloop Verhoop ontstaan. Met een grote groep, omdat ik het leuk vind om te doen. Ik vind het leuk om mensen te verbinden met elkaar. Dus zowel de mensen die er baat aan hebben en de vrijwilligers die dan natuurlijk achter mij staan. En ik heb er gewoon lol in, ja. Ik ben Bert ten Hof. En ik zei dus al, ik ben gepensioneerd, maar ik doe natuurlijk nog wel heel veel. Veel vrije tijd, daar maak ik gebruik van. Veel fietsen, veel wandelen. Dat is een nieuwe hobby die we ontdekt hebben. En verder ben ik nog steeds aan het hardlopen. Ik ben nog steeds bij de voetbalclub betrokken. Ik fluit veel wedstrijden nog. En ik doe nog steeds een gedeelte secretariaat. Toen heb ik nog in de kinderwagen lag, toen kwam ik al op het voetbalveld. Goed, toen ik 7 jaar oud was, na de strenge winter van 63, ben ik lid geworden. Ja, en ik heb net als mijn vader en mijn broers gewoon een groen-wit hart. Ja, daar doe ik dan ook alles voor. Ik weet niet anders dat ik alles voor Muzenaal kan doen. Ik ben Bepje Holwerda en ik ben gepensioneerd. Ik ben voorzitter van de ruilwinkel in Alteveer. En dat ben ik op dit moment. Ik zie op een gegeven moment... Ik zie gewoon iets en dan komt er een vraag, ook in dit geval was het een vraag van de school. Die vroegen van, goh, kun je niet eens een keer iets leuks doen met de kerst? Ja, en dan begint bij mij iets te borrelen, want ik kom natuurlijk uit de jeugdtheaterwereld. En die wereld die vind ik echt heel fantastisch. Daar kun je zoveel bereiken eigenlijk met de tools die je aangereikt krijgt van met toneel, vooral toneel en met zang en dans. Ja, en dan gaat het vanzelf en dan kan ik niks aan doen. Dus ik ben denk ik pas uitgewerkt en afgewerkt als ik er niet meer ben, denk ik, vrees ik. Ik ben Harm Kruid. Ik ben behoorlijk actief in de hardloopvereniging van de Runners Stadskanaal. Daarvan ben ik 10 jaar voorzitter geweest. In die 10 jaar hebben we toch een hele sterke groei meegemaakt. We hadden het geluk dat heel veel mensen het hardlopen gingen ontdekken. En van daaruit is de vereniging van zo'n 80 mensen gegroeid tot op het hoogtepunt zo'n 350 leden. Ik mag graag omgaan met mensen. Wat ik ook belangrijk vind is dat je het sociale aspect in het hele sportgebeuren, vooral omdat wij een hardloopvereniging zijn die heel veel met sportief bezig is, vind ik het heel fijn om mensen ook sportief in beweging te krijgen. Ik ben Sylvia Wolfs en ik ben samen met mijn man eigenaar van Zorghuis Samen. En daar ben ik tevens ook werkzaam als verpleegkundige.
Waarom doe ik dit eigenlijk? Omdat ons hart ligt bij de ouderen. En omdat wij vinden dat ouderen aandacht verdienen. En vooral als ze te maken krijgen met ouderdomsproblematieken. Het stukje zorg, hulp vragen is voor die generatie vaak best moeilijk. Dus wij hopen door een kleinschalige zorg, op een kleinschalige manier zorg aan te bieden, dat we de drempel naar het vragen van hulp wat kleiner kunnen maken. En dat iedereen de zorg kan krijgen die ze nodig hebben. Omdat hij de verkiezingen van het knooster van het jaar een goede zaak vindt, wil burgemeester Sloots iedereen oproepen om te gaan stemmen. Beste mensen, het is nu de kans om vanaf 29 december te stemmen op de 5 genomineerden. En dat kan via de website van de Kanaalstreek. Vooral doen, want dan komt daar de beste knooster uit naar voren. Dankjewel.